Broeders en zusters, fijn dat u er bent. Volg nu eerst de plechtigheid van de steenlegging. Daarna zal mevrouw Irene Vriends namens het parochiebestuur een woord houden. Het parochiebestuur is berust met beheer van de gebouwen. En namens het parochiebestuur zal Irene Vriends straks ook een woord houden. Monsieur, mag ik u uitnodigen voor steenlegging? We bidden vandaag tot onze Heer Jezus Christus om dit parochiehuis, deze parochiezaal binnen te gaan en dit gebouw met zijn aanwezigheid te zegenen. Laat Christus hier in uw midden zijn. Mogen hij de liefde van allen die in deze parochiezaal zullen vertoeven, jegens elkaar bevorderen. Mogen hij aan uw vreugde deelnemen en u troosten en nabij zijn in wat u bedroefd maakt. Maar zorg er bovenal voor, overeenkomstig het gebod en het voorbeeld van Christus, dat deze parochiezaal een plek wordt voor de liefde en aldus mag bijdragen aan de opbouw van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef en de parochie Ons Lieve Vrouw van Amersfoort. Laat alle die dit parochiehuis in en uitgaan in de geest mee worden opgebouwd tot een woonplaats van God. Blijf bij ons, Heer. Gij hebt uw gelovigen geleerd hun huis te bouwen op vaste rotsgrond. Geef dat in het leven van onze geloofsgemeenschap Sint-Jozef groot belang wordt gehecht aan uw woorden en dat alle verdeeldheid ver van ons weg blijft, om u met een ruim hart en welwillend te dienen. Blijf bij ons, Heer. Gij hebt uw volk in Hooglanderveen samengeroepen in de geloofsgemeenschap Sint-Jozef. Geef dat dit parochiehuis mag dienen tot opbouw van ons geloof, hoop en liefde, en dat wij zo groeien in verbondenheid met u en met elkaar. Blijf bij ons, Heer. Goeie kant, hè? Samen. Zegen de eerste steen van dit parochiehuis, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is, en dat wij toewijden aan uw dienst, en waarin wij u zullen loven en eren om hem die begin en einde is, en die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wil u als geloofsgemeenschap Jozef feliciteren met dit prachtige resultaat. Er is natuurlijk best wel wat aan vooraf gegaan. Toen de Jozef gemeenschap kwam, we willen graag een parochiehuis bouwen, we willen de zalen beter maken, hebben wij eerst gezegd waarom. En de reden was heel duidelijk. Waarom? Om hier op deze plek meer bij elkaar te zijn, maar ook vooral om de opdracht die jullie zelf zo graag willen uitvoeren, namelijk de Jozef als kerk te zijn, voor ook voor de gezinnen, voor kinderen, om een plek te hebben om met kinderen bezig te zijn. Om ze een plek te geven na school, om ze een plek te geven tijdens de vieringen en ook om gezinnen daar mee te laten genieten. En daar heb je ruimte voor nodig. Dat was de eerste reden. De tweede reden, en dat is denk ik iets wat je bijna alleen maar in Hooglanderveen voor elkaar krijgt, is dat ze gelijk zeiden, en we zorgen ook dat we via fondsen alle financiën bij elkaar krijgen. Dus bestuur, maakt u zich geen zorgen, het wordt betaald. En we gaan het zelf doen, met zoveel vrijwilligers. En dat vind ik zo knap. U heeft laten zien als gemeenschap, en als voorbeeld voor de hele parochie, dat je zoiets vooral samen kan doen. Met 80 vrijwilligers hier aan het werk. En ik hoorde laatst, ik sprak laatst Grades op een bijeenkomst, en hij zei, dat was van de parochie, hij zei, ja, vanmorgen om 7 uur stonden er al vrijwilligers te schilderen. Dat was vorige week zaterdag, een paar weken geleden. En dan denk ik, jeetje, wauw. Mensen die voor hun werk komen helpen. Mensen die na hun werk komen helpen. Mensen die zeggen, ik in mijn leven ga toch niet vrijwilligerswerk doen, wat ik normaal in mijn werk ook doe. En die toch vrijwilligers staan te metselen, te schilderen. En dat in goede
samenspraak met wel de bouwkundige vanwege veiligheid en dat je natuurlijk wel alles op een goede manier moet doen. Er staat hier zeker geen bouwval. He, want het wordt wel eens gezegd, als iedereen dat vrijwillig doet, is een bouwval. Nee, dit staat voor jaren. En ik hoop ook dat u hier heel veel jaren gebruik van maakt. En dat u altijd nadenkt van, dat hebben we met elkaar gedaan. En laat ook zien dat u verder met elkaar nog veel meer kan dan alleen maar stenen stapelen. Ik wens u er heel veel succes mee.